Aandacht voor wat goed gaat. Een paar tips. Het is belangrijk om je tijdens een gesprek over risicovol gedrag niet alleen te richten op dingen die fout kunnen gaan. Als je aandacht hebt voor wat er goed gaat en de ander hiervoor complimenten geeft, geeft dat de ander zelfvertrouwen en motivatie. Denk altijd aan het middenkompas. Stel haalbare doelen. Zie een fout als kans. Blijf volgen hoe het gaat. Stel haalbare doelen. Elke stap vooruit is belangrijk. Als je kleine haalbare doelen stelt, heb je eerder en vaker kans op succes. Heb altijd oog voor de kleine stapjes vooruit. Benoem deze stapjes en geef de ander complimenten daarvoor. Hierdoor ervaart de ander dat hij of zij vooruit gaat. Het vieren van successen is belangrijk voor de persoonlijke groei en de ontwikkeling van de ander. Zie een fout als een kans. Als er in dit traject op weg naar gedragsverandering iets fout gaat, is dat niet altijd erg. Mensen met een LVB leren vaak van zo'n ervaring. Zie een fout daarom als een kans en een leermoment om het de volgende keer beter te doen. Bijvoorbeeld, de ander krijgt een boete voor rijden zonder verzekering. Hierdoor kun je een gesprek hebben over veiligheid in het verkeer en over financiële risico's. Dat verkleint de kans dat de ander nogmaals onverzekerd rondrijdt. Blijf volgen hoe het gaat. Ga niet achteroverleunen als de ander al een tijd geen risicovol gedrag heeft vertoond. Blijf altijd alert op risico's en blijf gesprekken voeren over hoe het met de ander gaat. Als je regelmatig met elkaar praat, kun je successen blijven vieren. Maar je hebt ook sneller door wanneer er iets verandert in de situatie. Nog even dit. Verlies nooit uit het oog wat er allemaal goed gaat. Als je kleine successen viert en met elkaar in gesprek blijft over hoe het gaat, kan de ander stappen vooruit zetten in zijn of haar gedragsverandering. Bedankt voor het kijken. Wil je meer filmpjes zien die kunnen helpen om risicovol gedrag te bespreken? Kijk dan naar andere filmpjes in deze serie.